De vrije trap van Van Krooi. En die legt hem daar lekker neer. En het is ongekend. Komt nauwelijks in een stuk voor. In wedstrijden. Remco Pasveer. Schop kort genomen. Misjes. Aardige bal. En daar is hij. Yorgos Yakoumakis. Schop scherp. Moesjes weer met de voorzet, hetzelfde recept. En dezelfde uitkomst. Jacob. Moesjes, Yakoumakis. Oh, Yakoumakis! Oh! Opnieuw, schaduw Touré, Yakoumakis. Van Krooi, dat is een goede bal, maar daar is hij weer hoor. Daar is hij weer. Onvoorstelbaar. Kans geboden. Aan de strafschopstip. Aan Yorgos Yakoumakis. Voor nummer 13. Bijna een zekerheidje. Heel rustig. En alweer raak voor hem. Vito Krishna. En de counterkans voor VVV. Yakoumakis. Kan zelf. Yakoumakis met links. En dan komt de bal. Uiteindelijk nog bij iemand van VV. Post. Dat is een goede voorzet. Daar is Yakoumakis en dan is het raak. Weer Roemer. Oh, die bal wordt gemist door Pinas. Daardoor heeft Roemer alsnog de bal. Maar Sjars voor het doel. Daar is Yakoumakis. En dan is het weer raak. Via Jan Maat en Koopmans. Maar weer. Yakoumakis weer. Gaat hij het alleen doen? Ja, de schaar van Mia Castillo kwijt. Oh, daar wordt zijn vierde voorkomen door Koopmans. Voor nummer DKXI, nummer 16 van het seizoen. Ja hoor. Jerko Marques. De zalige acties. Jansen. Yakoumakis, en hij blijft heel rustig. Brondel gaat uiteindelijk dan toch naar een hoek, en misschien hij. Nee, dat is Ado. Dan wil het twee zich in deze fase tegen deze tegenstanders. Van plan was uit. Meshes. Yakoumakis. Yakoumakis die hem nog even lekker aanneemt en die hem ook nog even binnenschuift. Is die man goud waard? Is die man goud? Welke Griek wint dit duel? Yakoumakis versus Lamprou. En het is dwars door het midden. De spits die dus zijn tiende maakt en de VVV. Yakoumakis. Nou, zichtbaar in deze wedstrijd tot nu. Die kans in de eerste helft. Presenteert zich overigens geleden daar. John Schoen. Yakoumakis zet er. Is daar gezien. En Yakoumakis is Yakoumakis. En Yakoumakis is iemand die doelpunten maakt. Ook als goed. Yakoumakis. Controleren en afronden. Ja, dat kan niet. Schitterende goal. En zo is VVV terug in de wedstrijd. Είναι πιθανό να βρει και την μπάλα στη χέρι του Σχέλη στην προηγούμενη ευκαιρία του Γιακουμάκη. Ξανά ο Γιακουμάκη στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα, πλασάρει και τη στέλνει στα δίχτυα. Επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα δύσκολο γκολ. Χούντερ. Γιακουμάκη. VVV wil iets meer. Op die enige man voorin. Vloed de bal nog eens vast kan houden. En voor de rest is het een kwestie van tegenhouden. Maar deze zit er mooi in hoor. Van Van Krooi. 2-1. Post. Pasionik, de rechtsachter, heeft hij dan de winnende schoen? Nee. Schmitz, Hubbets. En daar valt hij dan toch. De 3-2. Daar valt hij dan toch.
En in de laatste seconde komt VVV nog eens met heel veel mensen daar. En met een omhaal of gescoord ook. Het is toch een spits hoor. Jaco Marques. Je ziet. Hij stapt in de schot op 3. De schot wordt een eentje raak. Jaco Marques. En prima ingeschoten. Het staat 2-2. Het is niet te geloven. Giacomakis voor het doel, daar is ook Hupperts. Giacomakis, nou tuurlijk 1-1. Hoppakee, we zijn begonnen in Venlo. Dit is een wedstrijd. Van Hekken zit ernaast. Dus is hier Giacomakis. Heeft Arias bij zich, maar het is een wat mensen van Heerenveen ook weer terug. Arias. Dan zit je dan maar hier neer, dan maal die kant. VVV, Hupperts wijst weer en komt er aan. En het is 1-0 voor VVV in de 8e minuut. Dus Hupperts. John, VVV komt hier de aansluitingstreffer aan. Ja, het is een spel, denk ik. Nee, het is gewoon een doelpunt. Dat is snel zeg, dat het iets eerder hens is dan normaal. Maar we maken het ook mee in de eerste wedstrijd. Nu, vanaf 11 meter, 2-2. Giacomakis doet wat een spits, Grooy. Van Grooy. Aan de andere kant is de ruimte. Hier is de ruimte. Ineens goed doorgespeeld. Geen buitenspel. Komt daar nummer 3 aan. Het is nummer 3. En weer van hem.